Ladies, no hiding. This man is talking more sense than you'll ever have. Come on and leave it. Leave it like you found it there. Ik had niet gedacht dat een band als wij op festivals Pinkpop zouden kunnen staan. Het is gewoon iets waar ik nooit over na had gedacht, überhaupt. Van dat ik daar ooit een keer zou kunnen gaan spelen. Ik had mezelf niet in het plaatje gezien. Lowlands is iets waar je over droomt. Lowlands heeft wat kleinere bands over het algemeen. Pinkpop is zo groot. En er komen echt van die grote namen allemaal. En ik had nooit gedacht dat wij kennelijk een grote naam zijn. Of er is een soort van gat in Nederland die wij opvullen, waar kennelijk mensen weer behoefte aan hadden aan de muziek die wij maken. Of wij maken commerciëlere muziek dan ik dacht. Wij maken de muziek die wij willen maken en als dat commercieel is, ja, dat klinkt meestal vies, maar dat is niet erg dan. Voordat die plaat uit was, hebben we heel veel ervaring kunnen opdoen in de popronde. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is een soort reizend festival door Nederland. En dan speel je overal, van kleine kroegen tot grote zalen. En gewoon 2 of 3 keer in de week. Dus we speelden toen eigenlijk evenveel als dat we nu doen. En we gingen mee met Deus bijvoorbeeld. Dat waren gewoon allemaal die kleine dingen waardoor mensen ons half een beetje kenden of van ons hadden gehoord. En toen op Noorderslag kwam het allemaal samen eigenlijk. We speelden toen gewoon goed en we waren er helemaal klaar voor. En als je dan gewoon goed speelt, ja, dan zorg je ervoor dat mensen die twijfelden, weet je wel, net over de rand heen gaan. Ik wil nog wel graag muzikaal gezien, dat ga ik ook doen, denk ik, maar gewoon met mensen muziek maken waarvan niemand had verwacht dat ik het ga doen ofzo. Hoe zijn nou? Die combinatie. Ik ga iets met Roos doen van Roosbeef. Misschien iets met de zangeres van Room 11, Janne Schra. En ik hoop nog allemaal rare dingen te gaan doen.